Goedemiddag en hartelijk welkom allemaal bij Plein Publiek. Een talkshow zoals talkshows bedoeld zijn. Maandelijks ontvang ik hier gasten die niet alleen iets werkelijks te vertellen hebben, maar daar ook de tijd voor krijgen. En vandaag hebben we een gesprek over de toeslagenschandalen, zou ik zo langzamerhand willen noemen. Niet meer de affaires, niet meer het schandaal, maar de schandalen. Misschien even een kleine terugblik, want het is toch wel veel in de pers, maar het is toch wel ingewikkeld wat er allemaal gebeurd is. Een hele korte samenvatting misschien. Het toeslagensysteem werd in 2004 ingevoerd in Nederland. Ouders die hun kinderen naar kinderopvang of gastoudergezinnen stuurden, kregen een inkomensafhankelijke voorschot voor deze kosten. En nadat de politiek in 2013 aan begon te dringen op strenger controleren, werden talloze ouders de dupe van onterechte fraudeverdenkingen en extreem strenge terugvorderingseisen, ook al bij hele kleine fouten. En naar schatting 26.000 ouders en met hun 70.000 kinderen werden hier slachtoffer van dit genadeloze overheidsbeleid. Vele ouders kregen hierdoor dusdanig grote schulden dat hun leven totaal ontwricht raakte. En ondanks juridische protesten hiertegen werd de staat tot aan de hoogste rechter keer op keer in het gelijk gesteld. Mensen verloren hun banen, gezinnen vielen uit elkaar, kinderen werden door de staat uit huis geplaatst. Het psychische leed, als je het optelt, is eigenlijk niet te overzien. Vanaf 2017 kwam er langzaam meer en meer aandacht voor dit schandaal, onder andere door druk vanuit de Kamer, door onder andere Kamerleden Omtzigt, Leijten en Azarkan. En in samenwerking met onderzoeksjournalistiek. Een goed voorbeeld van samenwerking die uitmondt in het blootleggen van grote problemen in de overheid. Vlak voor de verkiezingen van 2021 trad het kabinet Rutte 3 af, naar aanleiding van de onthullingen over de toeslagenschandalen. En ondanks belofte wachten toeslagenouders nog steeds erg veel op eerlijke compensatie. Vandaag bespreken we de huidige stand van zaken in het toeslagenschandaal. En nog dagelijks staan de kranten vol met nieuwe onthullingen en wandaden van de overheid. Hoe kan het dat we ruim 15 maanden na de val van Rutte 3 nog steeds geen meter lijken te zijn opgeschoten? We willen daar graag aandacht aan blijven besteden en dat doen we dus ook vanmiddag. En wat moet er in vredesnaam gebeuren zodat dit schandaal eindelijk enigszins opgelost is? Later in dit gesprek spreek ik met fractievoorzitter van DENK Farid Azarkan en met politiek journalist van het NRC Rit Rutte, maar ik begin heel graag met filmmaker Stijn Bauma, de documentairemaker van de prachtige documentaire Alleen tegen de Staat, die in dezezelfde salon werd opgenomen. En natuurlijk met Derja en Jeannette. Jullie deelden je verhaal in deze documentaire. En jullie zijn nu weer hier. Hartelijk welkom dat jullie hier nogmaals willen zijn. Zoveel maanden later alweer en voor jullie al vele jaren later natuurlijk eigenlijk. Ik wilde eigenlijk even beginnen met een kort filmfragment. Dan ziet iedereen weer hoe dat was. En dan praat ik graag met jullie verder, alle drie. Ik was bij de première van deze film. Jullie waren er ook, alle drie. Jullie komen erin aan het woord en hebben hem gemaakt. Farid Azarkan was er ook die middag. Ik heb zitten huilen in de zaal. En ook wel niet een beetje, maar echt. Je weet het wel, hè, want je leest als de krant, maar je weet het natuurlijk echt helemaal niet. En ik denk ook niet dat ik het nu weet, maar door die film had ik wel. Het kwam het natuurlijk wel veel meer, hè, aan. Jullie zitten hier nu weer een jaar later. Ik dacht toen, fantastisch. Er kwam ook heel veel weerklank op. Er werd het staatshoofd, de regering, het parlement, ik weet niet wie hem allemaal gezien hebben, werd uitgezonden in primetime. Ik dacht, dat kan niet anders dan dat dit toch uiteindelijk, ondanks het enorme leed, misschien dan toch een soort democratisch en goed einde heeft. Hoe is het er nu mee? Ruim jaar na dit en jaren nadat dit begon? Dat is heel wisselend, maar ook moeilijk. Nu ik zo dat fragment terugzie, denk ik, we zijn al een jaar verder. En eigenlijk gaat het steeds slechter. Maar persoonlijk, maar ook op afhandeling niveau vanuit de overheid, dat is al helemaal slecht. Maar ook persoonlijk is het na die docu is het heel erg slecht gegaan.
omdat we hebben met heel veel hoop eigenlijk aan die docu gewerkt. Dat was een beetje een laatste strohalm voor ons. Van, nou, als we dit doen, als we nu laten zien hoe erg het is, dan gaan ze het oplossen. Maar we kwamen... Ja, we zijn wel echt in een heel erg groot diep zwart gat gevallen. Eigenlijk wij allemaal wel van de docu. Omdat er niks mee gedaan werd. En het besef dat wat je ook doet, niets helpt, dat maakt je als mens heel erg moedeloos. En ik ben daar echt dood en doodziek van geworden, eerlijk gezegd. En ik word er eigenlijk een beetje emotioneel van, omdat ik zeg, ik wil niet meer de sterke vrouw spelen. Maar eigenlijk doe je niet anders, want er zijn twee keuzes. Je doet of sterk, of je sterft. Eigenlijk is het een van de twee voor mijn gevoel. Als ik eraan toegeef en blijf strijden en blijf vechten voor mijn recht, word ik dus echt heel erg ziek. Ik ben ook echt heel ziek geworden. Maar ik kies dus eigenlijk voor niet strijden op die manier, maar mijn leven oppakken. En ook dat wordt me niet in dank afgenomen, want heel veel medegedupeerden die zijn teleurgesteld en die zeggen, hé, jij geeft de strijd op, waar ga je naartoe? Ik heb mijn recht niet gehaald, dus het voelt ook niet als recht dat ik dit nu doe. Maar ik heb het wel allemaal weggeschoven. Ik ben er wel mee gestopt. Ik ben weer gaan werken. Ik werk fulltime. Kom ook nu uit mijn werk aanrennen hier naartoe. Omdat ik vind, er moet wel echt nog wat gedaan worden. Maar ik weet gewoon niet meer wat. Als die docu niets heeft kunnen doen, en alles wat er door andere mensen nog ingezet is, de politiek die er dagelijks bijna over debatteerde, die mensen staan te schreeuwen in de kamer voor ons, niets helpt meer. Maar wat dan nu? Ja, dat is bijna niet aan te horen, niet verkopen natuurlijk. Des te bijzonderer dat je hier toch nog weer erover wil spreken. Ja. Dank je wel. Maar je zegt, ik heb mijn... eigenlijk in die 15 maanden is er nog niks gebeurd van alles wat jij had gehoopt dat voor jou persoonlijk zou gebeuren. Precies. Dus je leeft nog in limbo, er is geen uitspraak gedaan, er is geen rechtsherstel geweest. Nee, helemaal niet zelfs. De schulden zijn nog niet opgelost. Alles ligt er nog. Alles ligt open. Ik sta in de rij voor de commissie werkelijk schade. Dat is een wachttijd van 14 maanden. Nu nog 14 maanden? Ja, toen ik het indiende was het 14 maanden, 2 maanden terug. Het is nu 12 maanden. Dan mag mijn dossier ingediend worden. En dan hebben ze nog heel lang de tijd om het dossier af te wikkelen bij de commissie werkelijk schade. En daaruit komen bijna iedereen komt met 0 euro eruit. Dus de kans dat ik het terugkrijg in die commissie is ook nog eens 0. Of bijna 0. Ik zie het als 0, ik begrijp dat helemaal. Ja, ik wil het niet bagatelliseren, maar het is natuurlijk, het is gewoon meer bizar. Jeanette, is dit vergelijkbaar voor jou? Ja, ook ik heb besloten om gewoon het dossier een beetje de boel te laten. Ik zie het allemaal wel, want al die jaren, we zijn nu, ik denk, 2,5 jaar bezig hiermee. Zijn we niet vooruit gekomen. En ook ik sta in de rij voor de commissie werkelijke schade. Alleen ik kan niet eens mijn dossier maken. Want er wordt van jou verwacht dat jij je ellende op papier gaat zetten. Nou, als je al denkt dat je dossier opvragen bij de Belastingdienst moeilijk is, probeer het eens bij het UWV. Probeer het eens bij jeugdzorg. Je kan helemaal niks. En dan heb je een advocaat nodig. Nou ja, die advocaten die worden overspoeld met ouders. Die kunnen het zelf allemaal niet aan. En het is niet te doen voor ons. Moet ik nou echt weer alles opnieuw gaan herbeleven om mijn recht te halen? In plaats van dat ze zeggen, nou goed, hè, laten we schikken of iets. Hè. Dat vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Gewoon schikken, dan bepalen we samen een bedrag en dan kan het boek dicht. En dan kunnen we echt verder. Want ook ik ben verder gegaan met mijn leven. Ook ik ben nu weer aan het werk. Maar dit blijft elke dag op de achtergrond. Elke dag krijgen we wel berichtjes van ouders die nog hulp nodig hebben. En dan denk ik, oh god, jullie staan nog aan het begin. Hè, daar was ik al 2,5 jaar geleden. En ik, na het maken van de film, we zijn nu een jaar verder. Een jaar geleden werd hier de film gemaakt. Er is letterlijk niks veranderd aan ons dossier. We staan letterlijk aan jouw dossier niets veranderd? Nee, we staan precies nog op hetzelfde punt als toen. Ja. On,
Ongelooflijk. Ja, je hebt er waarschijnlijk ook geen, maar heb je er een verklaring voor überhaupt? Misschien wil je er niet eens over nadenken, dat kan ik me ook nog voorstellen. Maar... Nou ja, ik weet het niet. Het lijkt alsof ze het niet kunnen oplossen. Of hè, ik heb toevallig vorige week hoorde ik dat mijn zaakbehandelaar al 2 maanden niet meer werkt bij het UHT. Toevallig. Dat is al de 2e keer, mijn 2e zaakbehandelaar. Ik heb niet eens een bericht gekregen dat hij er niet meer werkt. En ik maar wachtte op antwoord van mijn mailtjes. En zo gaat het bij heel veel ouders. Niemand weet waar hij aan toe is. Het UHT is niet transparant. Ja, het is gewoon belachelijk. En jij hebt ook een zoon, hè? Ja. Hoe is het daarmee met de zoon en met jou? Nou ja, hij is dus uit huis geplaatst hierdoor in 2019. En, als gevolg van het toeslagen, inderdaad. Want dit begon bij mij al in 2010. En ik heb echt op een gegeven moment overal hulp gezocht. Ik werd zo ziek, ik viel 1 kilo per dag af. En ik kon gewoon niks meer doen. Ik kon niet meer functioneren. Ik belde op een gegeven moment de GGD op voor hulp en die zei, dan moet je met maatschappelijk werk doen. Maar toentertijd was het nog zo, voor de WMO moest je een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Nou, ik had nog een goed inkomen, goede ziektewetuitkering. Ik heb altijd wel goed salaris verdiend. Alleen dat heb ik nooit gezien, dus ik kon dat niet betalen. En uiteindelijk, toen ik er zelf een beetje uit was gekomen, het beter ging, toen kreeg ik dus het bericht dat hij per direct bij mij weg moest. En ja, nu, hij is 15. Ik zie hem misschien, toenertijd met de film zag ik hem misschien 3 dagen in de maand. Nu is dat misschien net 1,5 dag per maand geworden. Want ja, ook hij heeft zijn eigen leven. Sport, vrienden, vriendinnen. En nu is het voor mij, ik moet ermee leren omgaan. Maar ik vind dat wel heel erg zwaar. Elke dag weer thuiskomen in een leeg huis. Nu met de vakantie, ik zie allemaal kinderen leuke dingen doen. En denk, dat heb ik allemaal nooit kunnen doen. Er is een kermis. Ik hou van de kermis. Ik ging vroeger altijd naar de kermis. Maar dat heb ik nooit met mijn zoon kunnen doen. Kon ik nooit betalen. Dus nu word ik eigenlijk met mijn neus op de feiten gedrukt van wat wij allemaal hebben moeten missen. Nu het een stukje iets beter gaat, zeg maar. Nu ik het zou kunnen betalen. En dat is heel moeilijk. Ja. Je bent raadslid geworden in Den Haag voor de... Fractievertegenwoordiger. Voor de SP. Ja. En ondanks dat is er in jouw dossier, dus in de afgelopen ruim 1 jaar sinds die film, niets veranderd. Nee. Dus je hebt je leven op orde, je doet vol mee aan de maatschappij, en het maakt allemaal niet uit. Nee. Nee, maar ik zou ook niet willen dat ik daarom voorgetrokken zou worden. Nee, dat zou ik ook niet willen. Dat is ook niet wat suggereren. Maar ik bedoel, je neemt enorme stappen. Je denkt, je leven kan weer... Maar aan de ambtelijke kant, waar politiek beloftes zijn gewekt... heb jij geen verbetering gezien? Nee, wij hebben allemaal... Kijk, Derja en ik, die kregen eind 2020 kregen wij dus uitbetaald. Terugbetaald eigenlijk. Want het is geen compensatie. Er wordt altijd compensatie. Dat woord wordt genoemd. Ik heb echt zo'n hekel aan. Want we zijn echt niet gecompenseerd. We zijn gewoon tot op de cent terugbetaald. En wij hebben onze schulden afbetaald. Nee, je bent ook, dus het woord compensatie suggereert in feite dat je gecompenseerd wordt voor leed of voor schade. Of voor, en daar is geen sprake van. Nee. Meneer Rutte en de staatssecretaris die blijven zeggen compensatie. Maar het is dus eigenlijk een deel van je eigen geld. Want zelfs alles heb je nog niet terug. Van alle loonbeslagen, alle ingehouden toeslagen. We hebben jarenlang met loonbeslag geleefd. Ja. Dus dan blijft er eigenlijk niks over. Nee, nu wordt er dus 850 euro per maand is de beslagvrije voet van de Belastingdienst. Ja. 50, hè? 850 euro. Ja, is de ongeveer de helft van het wettelijk bepaalde minimum. Ja. Dus het is, als je mazzel hebt, een beetje een stuk van wat je zelf al lang is afgepakt wat je terugkrijgt. Ja, het is een terugbetaling. Ja, en toen wij terugbetaald werden, werd ons geadviseerd om onze schulden daarmee af te betalen. Ja. En dan zouden we daarna onze afbetaalde schulden kunnen indienen bij de Belastingdienst. Dan kregen we dat terug. Ja. Dat hebben we netjes gedaan, want we wilden 2021 gewoon schuldvrij in. Ook gewoon weer een normale zorgverzekering hebben met een aanvullende verzekering. Dat was heel erg belangrijk. Hè? We zijn allemaal ziek geworden. Ja. Dat geldt dat. We weten niet of wanneer dat terugkomt. Een paar maanden later werd wel gezegd, de publieke schulden worden kwijtgescholden. Maar die hadden we allemaal betaald. En ook dat, alvast dat terugbetalen, dat kan niet. Dat moeten we gewoon op wachten. Dan moeten we naar de commissie werkelijke schade voor. Okay.
Stijn, jij hebt je hier zo over opgewonden dat je op eigen kosten en zonder enige financiering een documentaire over bent gaan maken. Als een van de weinigen begreep je denk ik ook hoe ongelooflijk emotioneel en zwaar en verschrikkelijk dit voor de betrokkenen moet zijn. Je hebt het ongelooflijk goed in beeld gebracht, vind ik. Gewoon recht op de mensen en de verhalen verteld. Verbaast jou nou, zeg maar, de impact van je film was misschien verbazend, hè? Of hoopgevend. Maar verbaast jou het afgelopen jaar? Nou, ik merkte eerst, had ik de film gemaakt en toen was het, wow, weet je wat, de impact. Ja. En toen was dat eigenlijk voor mij al, was dat niet genoeg. Toen dacht ik ook, nee, maar nu moeten we het doorpakken, nu moet het ook opgelost worden. Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk wel, een desillusie. Absoluut. Dat het niet nog beter is opgepakt. En dat is denk ik ook wel wat jullie zeggen, is jullie hebben alles geprobeerd. Jullie zijn overal geweest. Van advocaten, tot gemeentes, de media, met de film. Ja, je weet gewoon niet meer waar je het moet zoeken. En nog steeds zit het zo vast. Ja. Waarom had jij ervoor gekozen om alleen moeders in beeld te brengen? Nou, ik denk omdat zij misschien vaker zijn getroffen. Mm-hmm. Omdat volgens mij de vrouwen voornamelijk de toeslag hadden aangevraagd. Mm-hmm. In veel gevallen, in de grote meerderheid van de gevallen. Ja, ja, precies. Dus het kwam allemaal op hun naam. En het vinkje kwam specifiek op hun naam. Mm-hmm. En ja, het was eigenlijk ook meer een soort van toevallig eigenlijk. Dat ik, want ik sprak eerst had ik Derja gesproken. En ja, toen kwam het eigenlijk al zo bij mij binnen. Ja. En toen dacht ik van, ik had gewoon het gevoel, Nederland had het nog niet begrepen. Ja. Dat is het gevoel wat ik had. Ja. Vooral toen na de verkiezingsuitslag. En toen dacht ik van, nee, we moeten deze mensen in de ogen kijken. Terwijl ze hun verhaal doen. Zij moeten getuigen. En ja, zo is het toen eigenlijk gegaan. Dat is goed gelukt, hè, dat in de ogen kijken. Want daar hebben erg veel mensen gekeken. Primetime uitgezonden. Ik geloof ook dat eigenlijk bijna alle ministers iedereen het bekeken heeft, toch? Ja, ik denk dat op een gegeven moment wel iedereen, ja. Of tenminste, we hadden nog een vertoning toen in de Tweede Kamer. En ik weet niet of alle ministers, nee, er waren wat afwezigen. Maar er waren heel veel fractievoorzitters. Ja. Partijen. Meneer Rutte had hem toen nog niet gezien, toen wij hem vertoonden. Nee. Had hij nog geen tijd voor gehad. Ja. Nee, maar hij werd er wel op aangesproken in de Kamer toen. Ja. En heeft hij die sinds die tijd wel gezien, hè? Sorry? Heeft hij die sinds die tijd wel gezien? Hebben jullie dat idee? Ja, hij heeft hem volgens mij wel gezien. Want er werd aan hem gevraagd toen wij ergens op een meeting waren. Van wat vond u ervan? En wat greep u het meest aan? Toen zei hij de lege stoel. En de dame die de spiegels ontwijkt, dat vond hij heel aangrijpend. Dat was het. Ja, ja. Dus ik begrijp jouw idee namelijk heel goed. Hè. Je moet mensen aankijken, hè. Je moet mensen zien en spreken ermee, hè, om te begrijpen wat er eigenlijk aan gericht is. Hè. En, maar dat, zelfs dat... zeg maar. Nou, na die vertoning waar jij het net over had, ja, waar je bij was, heb ik de microfoon voorgehouden aan meneer Azarkan en de rest. Mm-hmm. En iedereen moest inderdaad een traan laten, want ze keken mij aan en ik zag bij iedereen emotie. Ja. En die dag dacht ik nog echt van, wauw, we hebben echt iets moois neergezet, dit komt aan. Maar ja, vervolgens kwamen er verkiezingen en toen dacht ik, oh, bij wie is het dan precies aangekomen? Ja, en dat is ook wel wat ik nog wilde zeggen. Van, ik dacht van, ik moet die film maken omdat Nederland het niet begrepen heeft. En ik twijfel eigenlijk nog steeds of we het wel begrepen hebben. Nee, eigenlijk. Want er is dus
een jaar later, hoe ingewikkeld kan het zijn? Ja, daar kan je een tijd over doen, maar ja... Nee, het is niet ingewikkeld, echt niet. Waarom is het niet ingewikkeld? Het is gewoon niet ingewikkeld. Wij zijn als ouders, wij zijn gedupeerde ouders... en we zijn al meer dan 2 jaar bezig om de overheid onze ervaringsdeskundigheid te verlenen... en ideeën samen te stellen met allerlei groepjes en projecten... waar we aan deelnemen in onze vrije tijd... tegen geen geld, tegen niets, hè, vrijwillig. Dat is soms dag en nacht werk. We hebben aan boeken gewerkt, aan herstelprojecten. We hebben alle plannen bedacht. Als wij als gedupeerde ouders dat al kunnen... en je moet ook goed beseffen... het grootste gedeelte van de gedupeerde ouders zijn mbo'ers. Wij waren werkende ouders die in de maatschappij aan het werk waren. Gemiddeld niveau. De mensen bij de overheid zijn allemaal hoog opgeleid, zijn allemaal universitair afgestudeerd. Kunnen ze geen plan bedenken om een herstel? Nee, dat kan echt niet. Dat is gewoon komisch. Ik dacht eerst nog, ze willen onze deskundigheid gewoon. Ze willen een idee hebben van ons. Van, hè, hoe pakken we dat aan? Ik heb je 100 ideeën gegeven en je doet er niets mee. En dan huur je een PwC in en een Deloitte. En dan wil je weten wat er met de Memo Palme is gebeurd. Boeit me niet wat er met het Memo Palme... Trouwens, we weten wat er mee gebeurd is. Ook nog. Dus, maar het boeit ook verder eigenlijk helemaal niet. Het is gebeurd, wie het ook gedaan heeft, wat er ook gebeurd is, heel jammer. Maar wat nu verder? Hoe herstel je mijn zaak? En hoe kan ik mijn leven weer oppakken? Hoe kun je mij de financiële schade weer... hoe kun je het goed maken? En dat is zo simpel. Dit is de laatste keer dat ik een idee voordraag. Ga rustig zitten met een gedupeerde. Zo, 1-op-1. Advocaat erbij. Mm-hmm. Zeg, mevrouw Selfie, wat is uw probleem? Wat is uw schade? Leg ik alles neer? Kunt u het beoordelen? En dan komt u erop terug. En dan verwacht ik een betaling. En dan kan het ook nog zijn dat u een tegenbod gaat doen. Mag ook. Maar we kunnen schikken. Dit is de oplossing. Ja. Is dit zo moeilijk te bedenken? Ja, dit is echt de enige oplossing. Ja, want nu moeten we een dossier aanmaken... en dan moet je ook nog eens naar een hoorzitting. Een hoorzitting, kom op. We hebben echt al genoeg gedaan. Doe ons dit niet aan. Maar ik snap ook niet wie dit allemaal bedenkt. Het is gewoon te belachelijk voor woorden. Bij ons moet alles, tot op de cent, moet alles nagerekend worden. Je kan het nooit tot op de cent berekenen. Want sommige schade kan je niet in geld uitdrukken. En we verwachten dat niet eens, hè. We zeggen ook van kom met een x-bedrag. Schikken. Geef mij een x-bedrag, iets waar we samen allebei tevreden mee zijn. Ja, en doe dat per geval? Natuurlijk. Ja. Hoe moeilijk is het om even een gesprek met iemand aan te gaan? Zoveel zijn het ook weer niet. In een jaar tijd kun je dat toch... De staatssecretaren hebben al met honderden gedupeerden gesproken. Waar praat je over eigenlijk? Ja. Waar gaat dit gesprek over? Ja. We zijn wel klaar met huilen en slachtoffer zijn. Op commando verhalen vertellen. Gaan we niet meer doen. Het is klaar. Ja. Gewoon een normaal gesprek van mens tot mens. Wat is je schade? Dit is het. Betaal het maar uit. Ja. Vind je het te veel? Kom je met een tegenbod. Dat is schikken. Ja. Maar dan zijn we klaar. Hoe moeilijk is het? Waar zijn al die commissies voor? Al die aanbestedingen, al die miljoenen. Waar gaat dat naartoe? En waarom wordt er eigenlijk van gedupeerde ouders verwacht... dat zij zelf met de oplossing komen? Hoe komisch kan het zijn? Ik besef nu pas wat een gekke werk dat is. Al dat werk, al die uren wat ik erin geïnvesteerd heb... om in groepjes te zitten en te bedenken wat een oplossing zou zijn. Ik voel me echt zwaar in de maling genomen. Ik vind dat je het ongelooflijk aardig zegt. Ja. Ze blijven doorgaan met mij als dom te beschouwen. Het is gewoon een dombo. Ik ben niet heel erg dom trouwens. Dom bestaat helemaal niet. Maar ook dan nog, echt, wij kunnen ook gewoon denken. En wij kunnen ook... Ja. Dit is wel heel verhelderend. Hè? Want er wordt dus eerst word je totaal klem gezet, kapot gemaakt. Ja. En daarna, als er sprake is van herstel, zeggen jullie eigenlijk... Ja. Dan moet je dat vervolgens ook nog weer allemaal zelf bij elkaar sprokkelen... de tijd in stoppen, bedenken hoe het moet, aantonen, uploaden. En het erge is dat ik dat achteraf pas zie allemaal. Ja, maar ik heb als een gek, maar aan allerlei kanten overal gesplitst... en overal ideeën en plannen, maar... Waarom ik? En die aanbestedingen, het is echt allemaal afleiding. Het is gewoon afleiding van het echte probleem. En dat is me nog veel meer duidelijk geworden sinds er 2 weken terug het nieuws kwam. Met de spaartax. Dat hele plan al ontwikkeld was. Dat al die mensen krijgen geld terug. Het gaat om heel veel mensen. Hè? Bij ons moeten ze bij één zaak
3000 keer je rekeningnummer checken of het klopt. Is dat wel je rekeningnummer? Oh, dat is een euro te veel. We moeten een nieuwe berekening maken. Het gaat terug naar de afdeling. Maar die miljoenen mensen die je wel kunt betalen, ja, met de spaartaks, is al gecheckt. Die te veel belasting zouden hebben betaald de afgelopen jaren. Hè? Dus omdat ze hun forfaitaire vermogensbelasting, daar heb je het over. Hè? Dus de snelheid waarmee dat kan en de duizenden gevallen waarmee en de traagheid waarmee de toeslagenschandaal. Dit wordt voor de zomer opgelost, heb ik gelezen. Als dat echt zo is, dan voel ik me nog zwaarder in de maling genomen als een gek. Het kan toch niet? Hoe kan het mogelijk zijn dat wij jarenlang plannen moeten bedenken hoe ze mij terug kunnen betalen? En dat ze bij andere mensen weten, oh, dit is je rekeningnummer, check, hier heb je geld. Ja, voor te veel belasting geven. Heel erg voor die mensen, hoor. Ze moeten iedereen zijn geld teruggeven. Niks ten nadele van de mensen. Ja, natuurlijk moeten zij ook hun geld en hun recht krijgen. Maar hoe kan het dat het bij hun zo snel geregeld is? Daar heb je een heleboel mensen voor die heel slim zijn en dat heel goed kunnen uitzoeken. En bij ons, ja, we weten het niet. We weten niet waar we moeten beginnen. Ja, hoe helpen we jullie? Nou, hoe denk je? Begin eens met een betaling. Stijn? Ja, nou ja, en dit was ook niet de afspraak, toch? Want de staatssecretaris had gezegd, we gaan ruimhartig compenseren. Oh ja. Niet elke cent, niet elke dingetje hoeft. Maar nu inderdaad moet je... Alexandra van Huffelen was dat toen, ja. Hè? Ja. Nu is het aukje... En de bewijslast lag niet bij de ouder. Ja. Dat is ook veranderd inmiddels. En nu... De bewijslast lag niet bij de ouders, hè? Ja, maar dat ligt het ondertussen wel. Ja, natuurlijk. Ja, we moeten alles onderbouwen. En kijk... Voor mij is het nu het 12e jaar dat ik hierin zit. Ik heb echt niet elke betaling meer. Ik moest op een gegeven moment naar de bewindvoering. En de bewindvoerder heeft mijn rekeningnummer veranderd, rekeningnummer opgeheven. Hoe kan ik nou nog aantonen wat ik toentertijd allemaal heb afbetaald aan schulden, loonbeslag, wat dan ook? Ik moet elk papiertje op gaan zoeken, in de mail, weet ik het. Dat is veel te zwaar, dat wil ik niet. Ik sta ook bekend als hele sterke vrouw, maar als ik in mijn mailbox ga zoeken naar mailtjes... Van 10 jaar geleden. Ja, ik doe de laptop weer dicht en... Ik heb hier geen zin in, dat wil ik niet. Nee. En met mij heel veel anderen. Niemand wil dit doen, hele dossiers maken. Ik snap ook niet hoe ze denken dat dit een goed idee is. Denken ze dat toch helemaal niet? Dat denken zij ook helemaal niet. Ik kan me wel voorstellen, jij zegt het is voor mijn gezondheid niet meer te doen. Ik hou ermee op. Ik begrijp eigenlijk ook nu wel wat je bedoelt, als je dat zegt. Is dat voor jou net zo? Ja, ik ben heel erg ziek. Ik heb een hele hoge bloeddruk, ik heb hartproblemen. En de huisarts zegt dan ook steeds... Want nu durf ik wel weer naar de huisarts te gaan. Dat durfde ik heel lang ook niet. Maar die zegt dan ook steeds, ja, je moet stress vermijden. Ja, hoe dan? Ja, komisch. Ja. Hoe dan? Ja, hè, als ik post krijg van de belastingdienst. Ik ben net nog gebeld toevallig toen ik in de trein zat door de belastingdienst. Dat ik... hier, vanmiddag ja, op de weg. Ja, toen ik onderweg hier naartoe was, werd ik gebeld. En dan hebben ze dus weer een heel belteam bij elkaar geraapt om mensen te bellen dat ze een brief krijgen van de Belastingdienst. Om ze alvast even voor te bereiden. En ik krijg dus een brief volgende week dat ik in dat fraudesignaleringssysteem heb gestaan van de FSV. En dan denk ik, ja, dat weet ik al. Dat heb ik al 3 keer gehoord. En die vrouw die wist ook eigenlijk niet wat ze moest zeggen. Ze zei, ja, maar dan krijg ik het nog een keer op papier. Ja, rot op. Gewoon, doe dit niet. Weet je? Gewoon, ik weet het al. Hou je administratie gewoon goed bij. Wat een ouder ook al weet. Want dit soort fouten, dat is gewoon... Nee, maar alsof wij nog schrikken van een brief van de Belastingdienst. Ik heb 6000 dwangbevellen thuis liggen. Gewoon roze, uit naam van de koning. Ja. Ik schrik daar toch helemaal niet van. Waarom bel je me? Om te zeggen dat er een brief aankomt, ja. En ook natuurlijk over die, wat je zei, over die dossiers verzamelen. Ik zag onlangs ook voorbij komen dat een zaakbehandelaar... die schreef een mail naar een gedupeerde van, u heeft uw dossier opgevraagd en de wachttijd is minimaal 3 jaar. Ja, ja. Daarvoor. Ja. Ja. En een dossier is gewoon een uitdraai uit het systeem. Perforeren in een map doen en opsturen. Het is dus geen toneelstuk van Franz Kafka. Hè? Dit is gewoon de Nederlandse staat 2022. Ja. 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 Want verder denk je gewoon dat je dit verzint. Ja, ik wil je absoluut, ik bedoel, niet beledigen in geen zin, maar je verstand staat erbij stil. Ja, en dat was natuurlijk wat de mensen al die jaren ook dachten. Hè? Als je dit al besloot om aan iemand te vertellen, was van ja, tuurlijk, kom op. Ja. Je kan toch nog een keer je stukken aanleveren of belasting niet. Ja, je moet toch wel wat gedaan hebben hè, als ze zo achter je aan zitten. En het was niet zo, maar
nog steeds denken mensen van, ah, zo erg zal het allemaal wel niet zijn. Ja, dat is het dus wel. Nou, dit is alweer een jaar verder inderdaad, waarin je denkt, nou, het zal nu toch wel ondertussen dan, het is nu zo, de stront is zo hard uit de Tweede Kamer gespoten, dat het kan toch langzaam niet meer, maar... Nou ja, mijn familie in het buitenland, die gelooft dit ook niet en die snapt het ook helemaal niet. Maar ze geloven het ook niet, hè? Ze zeggen, nee, de Nederlandse staat die doet zoiets niet. Nee, je zal wel iets... Ik ben je nicht, hoezo? Geloof je me niet? Maar je gelooft wel de Nederlandse overheid. Ja. Maar ze snappen gewoon niet hoe dat kan. En ze zeggen ook van, goh, en als het zo is, waarom krijg je daar niet gewoon nu je geld terug? Ja. Hoe moet ik nou uitleggen dat ze allemaal commissies en accountantsbureaus en allemaal mensen en aanbestedingen hebben uitbesteed om mij mijn geld terug te geven? Ja, wat ook ons nu op dit moment een beetje tegenwerkt, is dat dan weer in het nieuws komt van, ja, van de zoveel duizend mensen zijn er wel 20.000 die niet gedupeerd zijn. Ja, ja, dus. Ja, ja, dus 23.000 niet en ja. 28.000 wel, blijkt nu of zo. Ja, maar dan, van de 50.000. Wat blijft hangen is natuurlijk, oh, zoveel mensen melden zich zomaar aan en hé, dat wordt weer van ons geld. En dan krijg je dat. Dus elke keer weer in discussie met mensen. Van ja, maar er zijn ook zoveel wel. En elke keer als er weer zo'n staatssecretaris voor de Kamer zit, ja, maar we werken heel hard. Ja, het is je werk. Doe gewoon je werk. Wil je een sticker? Wat wil je nou? Hè? Wij willen ook graag door. Ik bedoel, van de juf, ook heel hard. Ja. Een laag schoolstickertje. Ja. Want daar beginnen ze steeds mee. Hè? Hoe goed ze het wel niet doen. Nou, dan zouden we allang allemaal uitbetaald zijn. Ja, ik vind het opvallend hoe jij zegt, hoe het nu weer van hè, wat ons een beetje tegenwerkt. Heel aardig gezegd. Heel aardig gezegd, maar het is natuurlijk niet een beetje. Nee. Het is niet meer een beetje. Ik probeer me in te houden. Ja, nee, dat begrijp ik ook heel erg. Maar en ik vind het contrast zo. Ik vind van alles schrijnend, maar ook het contrast tegen de totale botheid en jullie beleefdheid. Dat is ook groot. Ik wilde toch nog heel even kijken naar een fragment, want het is inderdaad opvallend. Ik vroeg het je al, van waarom nam je moeders? Een van de vele schrijnende aspecten van... Het gaat natuurlijk allemaal om ouders. Hè, die dus, want dat wordt ook nog wel eens vergeten. Want het is een toeslagenaffaire voor je kinderen. Hè, voor de toeslagen, de kinderopvang. Het zijn allemaal, hè, jullie zijn allemaal mensen met kinderen. Hè. Dus het treft jullie, maar het treft natuurlijk minstens zo hard... op vele manieren de kinderen die hierbij betrokken zijn. Ik wil nog heel even kijken naar een fragment van jou, Jeannette. Daar nog wat over vragen ook zo. Er is dus nu dat ondersteuningsteam uit huisplaatsing toeslagenaffaire. Daar had je het net al even over. Dat werd ons gepresenteerd als een nou, bijna eigenlijk zoals wat jij net zei. Van, nou, één op één kunnen mensen ondersteund worden met 1100 kinderen gehad. 70.000 kinderen in totaal, maar 1100 ruim uit huisplaatsingen door de overheid. Heb je daar iets aan gehad? Nou, ik heb toevallig vorige week een meeting met ze gehad. Nou ja, voor mij is het niks. Het is, ja, ze staan naast je als je een gesprek wil. Als je in gesprek wil met jeugdzorg, kunnen ze met je mee of wat dan ook. Maar dat is voor mij al een gepasseerd station. Ik heb daar niks aan. Daarnaast, mijn situatie die telt ook niet mee met de 1115 kinderen. Dat nummer wat nu genoemd. Jouw zoon woont bij zijn vader, hè? Mijn situatie wordt een vrijwillige uithuisplaatsing genoemd. Zonder rechten. Die zit daar niet in zin? Nee. Dus dat getal, dat is nog veel groter. En ja, dat hele team. Ja, er zit ook dan nog vanuit minister Weerwind. Die heeft het er wel eens over dat ouders nu ook een advocaat kunnen krijgen. Ja. Om daarbij begeleid te worden. Alleen, ik heb dus vorige week een meeting gehad. En als je bijvoorbeeld in een situatie zit zoals ik. Ik heb ervoor gekozen om mijn zoon bij zijn vader te laten. Omdat hij woont in een andere stad. Hij heeft zijn vrienden. Ik kan hem daar niet weg. Dat voelt voor mij niet goed. Maar stel, ik zou een omgangsregeling willen, officieel. Dan valt dat niet onder die advocatenregeling. Het enige waar mensen gebruik van kunnen maken van die regeling is dus als je een uithuisplaatsing wil aanvechten. Maar dat kan dus alleen maar wanneer je dus al bij de rechter bent geweest. Dus gevallen zoals die van mij, als er al ouders zijn die wel hun kind thuis hebben, die kunnen zich niet eens aanmelden. Dus er wordt weer iets moois wordt er gepresenteerd waarbij mensen eigenlijk gewoon bijna niks hebben. En dat is... Ik vind dat heel erg, want naar de buitenwereld wordt gewoon constant gedaan alsof er echt
goede dingen zijn voor de ouders. En dat is gewoon absoluut niet zo. Ja, dit is ook toch wel weer... Dus Frank Weerwind, verantwoordelijk minister van Rechtsbijstand, die zegt dan van ja, dat kan, maar dan blijkt dan, als jij de beste waar ik het aan vraag, dan, nee, dat valt er niet onder. Nee, inderdaad. En wat hij natuurlijk ook doet en de mensen van jeugdzorg ook, is constant de focus leggen op ja, maar er speelde meer bij de ouders. Ja, wat denk je zelf? Hè, als je al jarenlang in de ellende zit door de belastingdienst, dan word je ziek. Dan gaat er wel eens wat mis. Ja. Dat is toch logisch? In plaats van dat ze zeggen, nee, we gaan het nu echt oplossen. We gaan kijken hoe er herstel kan komen. Begin alvast eerst met contactherstel bij heel veel ouders. Hè, ik denk dat iedereen wel begrijpt dat een kind niet meteen van plek A naar plek B kan in veel situaties. Ik denk dat we dat allemaal wel snappen. Maar kom niet met dit soort praten. Ja, dan word je nog een beetje krijgen in feite een trap na. Ja. Dat er van alles meer speelt wat voor het overgrote deel waarschijnlijk door de situatie gecreëerd is die zij gecreëerd hebben. Je hebt hoop, hè, als zoiets in het nieuws komt. Oh, nou, nu kan ik geholpen worden. Nou, toen ik dus vorige week bij die meeting zat, dat was niet, ik had me niet aangemeld, maar dat was gewoon een meeting, omdat ik wel eens ook in gesprek ga met dit soort mensen. Ik schrok daar heel erg van. Ik heb toen ook gevraagd van, nou, hoeveel tijd krijgt een advocaat uit die pool om iemand te helpen? Ja, dat wist ze niet. Want bij de toeslagen krijgen advocaten maar 7 uur. In 7 uur kan je niet een dossier maken. Nee. Laat staan bij jeugdzorggevallen. Als je dan maar 7 uur krijgt voor een klein bedrag, dan kan een ouder toch niet goed geholpen worden. Maar het wordt wel weer in de media geslingerd als een heel mooi initiatief voor de ouders. Hè? Dat vind ik heel erg. Daar moeten ze echt per direct mee kappen. Ja, ja. Het is onverdraaglijk om naar jullie te luisteren, vind ik al. Laat staan als je het zelf doorleeft, denk ik. Dat bedoel, ik vind het al eigenlijk nauwelijks te doen om het, jullie te vragen en om het over te horen. Ik kan me ook zo goed voorstellen, en dat leggen jullie ook erg goed uit, het spelen met de emoties. Hè? Dus dat er hoop en dan toch weer niet en goede sier en dan nog een trap na. En dan, dat is, het is eigenlijk, ja, het is moeilijk om aan te horen en stukken moeilijker, denk ik, om te doorleven. Ja. Ja, er wordt gespeeld met ons. En het vervelende is, heel veel van ons, nou, die moeten eigenlijk naar de psycholoog voor herstel. Maar bijvoorbeeld iets als EMDR, daar kan je nog helemaal niet aan beginnen. Want je zit eigenlijk nog in de ellende. Dus wanneer gaat EMDR? Ja. Die bedoelt... het is een therapie, hè? Ja, therapeutische herstel, zeg maar. Ja, inderdaad, bijvoorbeeld dat. Ja, daar kan je nog helemaal niet aan beginnen, want je zit er eigenlijk nog gewoon in. Echt herstel kan pas komen als het boek gesloten is. Maar hoeveel jaar gaat dat nog duren? Ik zag laatst een interview van mijzelf terug uit januari 2020. En ik heb dat naast mijn laatste televisieinterview gelegd. Ik zeg precies hetzelfde in beide interviews. Ik vertel wat er is gebeurd. Ik zeg dat het zo snel mogelijk opgelost moet worden. En dat er beter naar ouders geluisterd moet worden. Dat zei ik dus in januari 2020 al. Hoeveel keer moet ik dit nog doen de komende jaren? Voordat iemand het snapt. Ja. Ja, en weet je, Juri, ik krijg ook dagelijks berichten van ouders die zeggen gisteren nog van een mij heel dierbare andere gedupeerde moeder. Die heeft de diagnose MS gekregen. Ze is best ziek. Het wordt steeds erger door alle stressfactoren. Haar moeder ligt op sterven. Ze stuurde me gisteren een bericht en ze zei, ik stop met dit circus. Ik geef het op. Ik geef het op. Ja. En dat is wat ze vanaf het begin al wilden. Dat ontmoedigingsbeleid wat ze gevoerd hebben de afgelopen... Want dat is het. Het is echt een ontmoedigingsbeleid geweest. Dat begint ze vruchten af te werpen. Want ik geef ook op. Ja. Ik heb ook opgegeven. Dus het, is goed het zo. Uitstellen en het chicaneren en het hakken in het zand. En dat werkt. Want men geeft op. En ondertussen heb je geen geld. Of je moet in een uitkering. Want dat is ook, ga maar een bijstand aanvragen, prima. Maar ik heb 2 kinderen op het voortgezet onderwijs. Ik ben een alleenstaande moeder. De bijstand is een x-bedrag. Waarvan mijn huur en de zorgverzekering al bijna alles zijn. Want de sociale huren die zijn ook tophoog. Weer een huurverhoging gehad. De ziektekosten. Alles wat je, als je dat allemaal, de energieprijs. Als je dat allemaal optelt, dan is je bijstand ook op. Dus we kunnen ook niet rondkomen. We beginnen weer achter te raken met rekeningen. We komen opnieuw in die cirkel van schulden. Dus je wordt er niet uitgehaald. Je blijft maar rondjes draaien. En dan maak je de beslissing, wat ik in het begin al zei. Ga ik verder en word ik steeds zieker, steeds armer en opnieuw in de schulden? Of trek ik mezelf eruit en ga ik weer de sterke vrouw spelen? En ga ik fulltime lekker keihard werken wat ik doe? Maar ik ben wel uitgeput. Want eigenlijk heb ik hele erge diagnoses. Ik heb een zware burn-out, nog steeds.
En toch ben ik fulltime aan het werk. Omdat ik eigenlijk geen keus heb. En als ze dat herstel nou even afronden, dan kunnen we beginnen aan het emotionele herstel ook. Er moet eerst financieel herstel plaatsvinden. Zolang dat niet gebeurt, kunnen we ook niet emotioneel herstellen. En afronding dus. Hè? Financieel herstel en afronden, zodat het ook zeker over is. Eén op één gesprek. Echt, één op één. Praat met me, vraag wat ik wil. Laten we het afsluiten. En zo niet, dan gaan we nog 10 jaar door of misschien langer. Maar dat doen we niet. Ik kies voor mezelf. Jeanette, Derja, heel erg veel dank dat jullie wederom bereid zijn om dit toch weer te doen. Ik begrijp ook wel hoe ongelooflijk lastig dat is. Dus des te meer dank dat jullie hier zijn en praten. Ik denk in iedereens belang, maar veel dank daarvoor, Stijn. Dank voor meepraten. Ik wil graag naar twee volgende gasten gaan. Kijken of jullie weer daar kunnen gaan zitten en die hier kunnen vragen. Farid Azarkan en Rick Rutten. Om wat we nu gehoord hebben uit de eerste hand toch eens in een breder kader te zetten. Een van de twee stoelen aan beide kanten. Hartelijk welkom allebei. Farid Azarkan, fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer, maar ook lid van de parlementaire enquêtecommissie Fraude, Beleid en Dienstverlening, die nog niet al te lang geleden begonnen is. Ja. Hartelijk welkom. En Rick Rutte, redacteur van het NRC Handelsblad, die hier veel over geschreven heeft. Allebei heel hartelijk welkom. Emotioneel, wat we net gehoord hebben. Ik vind dat ik vind het ook heel erg moeilijk om het te beluisteren. Dat zei ik ook net. Het is zo ongelooflijk verhaal eigenlijk nog steeds. Dat het dat je er stil van wordt eigenlijk. Dat je je beschaamd eigenlijk voelt om het überhaupt te vragen. Farid Azarkan, je bent er vanaf het begin af aan eigenlijk bij betrokken. Hè, vanuit de Kamer om aandacht te vragen voor dit dossier. Ik heb jullie drieën eigenlijk heel vaak gezien. Ik volg dat graag, die debatten. En dan zag ik jullie drieën optrekken in de Kamer om de regering te vragen hoe dit kan. Kunnen hier nog en iedere keer weer nieuwe feiten op tafel krijgen. Al jaren eigenlijk. Nou, had ik gedacht, eigenlijk min of meer dezelfde vraag als ik net aan de betrokkenen stelde. Dat vorig jaar, na het aftreden van het kabinet, na een documentaire, na zoveel onthullingen die journalistiek en politiek boven water kregen, dat het toch wel snel zou gaan. Had jij dat ook verwacht? Nee. Nee. Dus, ik heb zowel Stijn als een aantal mensen die bij de documentaire waren, heb ik daar ook voor gewaarschuwd. Ja. En ik begrijp dat heel goed, omdat je kunt geen ouders spreken en geen verhaal aanhoren zonder dat, niet alleen de tranen, want op een gegeven moment zijn je tranen ook op, maar ja. je wordt gewoon zo kwaad, dat je houdt het gewoon niet droog. Maar het is, en waarom zei ik dat de hoop was er, dat natuurlijk met de documentaire fantastisch door Stijn en fantastisch ook verteld, en met name dat vernederen door de staat, dat bleef echt hangen. Zeker. Mijn verwachting was dat weer ertoe zou leiden dat mensen de hoop hadden dat iets zou veranderen. Maar dat juist ook mentaal heel zwaar was om te concluderen dat er niks zou veranderen. Mm-hmm. En dat heeft er ook mee te maken. Waarom, hoe wist jij dat al? Want je hebt gelijk gekregen. Omdat ik heb 9 jaar voor de Rijksoverheid gewerkt. Ja. En dit is natuurlijk ook gewoon een ambtelijke administratieve afhandeling van een groot menselijk en maatschappelijk probleem. En dat past gewoon niet zo goed in die mal. Dat gaat gewoon niet. Je kunt dat niet versnellen. Ik heb me zelfs vorige zomer heb ik me echt. Ik ga er elke keer weer in uit enthousiasme. En dus dan hoor ik op een gegeven moment. En uit woede, geloof ik ook wel. Nou ja, nee, maar ook omdat ik denk, oké, iedereen zag aankomen dat het niet zou gaan lukken met de commissie werkelijke schade. Oh ja? Dus even heel kort. Mm-hmm. 3 stappen. 30.000 euro. Vervolgens integrale beoordeling. Ja. En dan heb je de commissie werkelijke schade. Iedereen ziet van verre aankomen dat het niet gaat. Ik waarschuw er al 2 jaar voor. Er is gewoon te weinig capaciteit. Als je er 1 jaar en 4 maanden over doet om 92 zaken af te handelen. Dat is tot nu toe, hè? Tot nu toe. En er staan er nog 500, 600, 700 in de wacht. En de advocaten die wachten zodat ze meer informatie krijgen om vervolgens zaken aan te melden. Dus op het moment dat het iets duidelijker wordt, dan gaat het zo naar 2.000, 3.000 zaken. Daarnaast zie je dat de mensen die zijn het zat.
En die beginnen dus in gebrekenstellingen te sturen. En dan krijg je hetzelfde als wat ze eerder hadden met de bezwaarschriften. We hebben verdikken me in Nederland afgesproken dat dat 6 weken duurt dat een overheid mag beslissen over iets waar jij bezwaar tegen aangetekend hebt. Dat duurde in 2017 18 maanden. Dus als jij al in de vernieling zat, omdat je geen geld had, omdat je bij een gemeente geen geld kreeg, want je was een fraudeur en je kon ook niet werken, dan duurde het niet 6 weken voordat je bevrijd werd door een beslissing, zodat je verder kon. Het duurde 18 maanden. Je zat 18 maanden gevangen. Ja. Mensen kregen voedselbonnen van anderen om te overleven. Ja. Het was toen al helder in 2017 met het rapport Geen Powerplay maar Fairplay. Daar keek niemand naar. Rutte zei later, had ik maar zo'n team van mensen waar burgers naartoe kunnen bellen als ze zich slecht behandelen voor de overheid. En toen zei de ombudsman, ja, maar dat ben ik. Dat ben ik. Ik heb dat rapport geschreven. Ik heb er naar verwezen in 2017. Dus wat je ziet is dat de rechtsstaat voor deze groep ouders en kinderen bestond de facto niet. En dat bestaat het nu nog niet, want de bezwaarschriften duren te lang. De ingebrekenstellingen stapelen zich op. De mensen willen een einde met een iets van een deal, een VSO, gewoon een overeenkomst. Dit is mijn schade. Nou, zet daar maar iets tegenover en dan zetten we een streep onder en dan kan ik weer gaan leven. Dan kan ik naar de gemeente. Dat gebeurt gewoon niet. Het is heel ambtelijk. Het moet passen in die ambtelijke mal en daar kom je niet weg. En ik geef één voorbeeld waarom dat niet werkt. Toen ik zelf directeur was bij Binnenlandse Zaken, toen dacht ik iets te kunnen veranderen in de organisatie. Als directeur. Dus ik veranderde één ding. En ik dacht, nou, ik kwam naar het bedrijfsleven, dan gaat dat anders. En toen kwam ik erachter dat er 99 andere plekken werd er teruggehouden. Dus wil ik het systeem veranderen, kwam tot mij, dan moet ik op 100 plekken in die hele organisatie moet ik het poortje anders zetten. Ik moet op heel veel plekken moet ik het anders organiseren. En dat is dus waarom mensen die denken iets binnen die overheid te kunnen veranderen op korte termijn. Dat kan helemaal niet. Daar zijn zoveel andere mensen en systemen die dat dan tegenhouden. Dus dit is, ze kunnen bijna niet anders dan het op zo'n manier oplossen als nu. En dat is ongelooflijk triest. Dus dat betekent, het gaat 10 jaar duren. Dit gaat zeker 10 jaar duren. Net als met Groningen. Als het om mensen gaat en niet om bedrijven, dan gaat het gewoon heel erg traag, heel erg lang, heel erg ambtelijk. Geen prettige boodschap. Nee, dat is geen prettige boodschap. En ik bedoel, te meer daar jij ruim een jaar geleden dus ook al gelijk hebt gekregen, hè, ondertussen. Maar dit is een hele sombere boodschap over de uitvoeringscapaciteit van de overheid in feite, die je zegt, die je hier beschrijft. Maar hoe kan het dan, toch wel een vrij terechte vraag van Derja net. Ik bedoel, hoe kan dat dan dat bij te veel betaald forfaitair geheven vermogensbelasting, zeg maar, het wel tamelijk snel kan? Ja, dat heeft met twee dingen te maken. De eerste is heel triest, is omdat dat andere mensen zijn. Dat is gewoon een andere groep. En die wordt beter behandeld? Nou ja, kijk, hier is dus geselecteerd op alleenstaand, weinig inkomen, veelal met een niet-Nederlandse afkomst. Vaak wel. Ja. Dat zijn kwetsbare mensen. Die mensen die komen niet, even kwetsbaar als het tegen zit. Het zijn sterke mensen, laat ik daar helder zijn. Nee, ik begrijp maar als het tegen zit financieel, ja, dan kom je echt in de problemen. Ja. Dus alleenstaand, relatief weinig inkomen. Kwetsbaar in de zin van weinig sociaal-economisch vangnet. En, ja, en dus kom je in de problemen op het moment dat een ander je geld afpakt. Mm-hmm. Maar het zijn natuurlijk ook niet de mensen die waar zeg maar Rutte het 06-nummer van heeft. Nee. Dat heeft hij wel van de voorzitter van Shell. Ja. Die kan hem bellen en die van Unilever. Ja. En ik heb het me ook afgevraagd waarom ook in de verkiezingen dit een te kleine rol speelde. Nog even los van corona. Is het zo triest dat dit grote vraagstuk van het wegvallen van een rechtsstaat voor deze burgers met ongelooflijke gevolgen en hoe dit afgehandeld wordt tot op de dag van vandaag, dat geen consequenties heeft? Het enige waar ik kan verzinnen is, omdat dat kan, je kunt er zo mee wegkomen. Dus wat ik het laatste debat zei, je kunt wel zeggen ongekend onrecht en we zullen er alles aan doen. Mijn conclusie is, er wordt niet alles aan gedaan. Mm-hmm. Als het ongekend onrecht is, dan moet je een ongekende inspanning leveren. Nou, en de ene na de andere smoes komt op de plek van waarom het niet kan. Wat vind je bijvoorbeeld een smoes? Nou ja, de staatssecretaris nu. Ja, ik heb geen prettige boodschap. Het gaat natuurlijk nog wel even duren. Het is complex. De dossiers zijn lastig bij elkaar te vinden. Ik kan de mensen niet vinden. De commissie. Ik ga misschien wel opschalen met de commissie werkelijke schade. Ja, opschalen. Kom op, dat roepen we. Je zet 3 mensen.
op het laatste stuk. Dat weet iedereen die organisatorisch... Drie? Het waren drie, vier leden. Het was één commissie. En die deed een zaak per week. Anderhalve zaak per week. Dus dat zijn er 92 in een jaar. Die deden vast wel hun best, maar... Nee, maar en het zijn geen mensen die ervoor... In die zin worden ze ook niet voor betaald. Het is een commissie, een eindstuk. Alleen als je al dat werk daarvoor, van die integrale beoordelingen... Dat is het kernprobleem. Het kernprobleem is dat geen burger in Nederland akkoord zou moeten gaan... met die hele magere terugbetaling met een heel klein beetje compensatie. Iemand die één dag zijn kind gemist heeft, die zou al meer moeten krijgen... dan dat hele magere bedrag waarvan dus heel veel ouders zeggen... van ja, maar dit is toch ook helemaal niet in balans. Ik ben jaren kapot gemaakt. Ik heb een soort gevangenisstraf gekregen. Ik kon niet voor of achteruit. Ik ben aan alle kanten is mijn recht geschonden. We hebben zelfs een rapport die dat zegt. Hè. Ongekend onrecht. Rutte zei, dit is dit is de twee grootste vraagstukken, de MH17 en dit verhaal... Dit zijn echte dingen die mij diep geraakt hebben. Ja. Dan zou je zeggen, zet daar een enorme inspanning op. Ja. Dus je ziet aan de ene kant dat wel wordt gezegd dat het mensen raakt, dat het belangrijk is. En vervolgens accepteren we toch dat dat op die hele ambtelijke, langzame manier gaat. En dus, als het niet anders gaat, en we hadden gedacht vorige zomer, hadden we echt gedacht, we gaan het herijken. Dat is ook zo'n ambtelijk organisatie. Ik trapte erin, hè. Ik ging ook meedenken. Oh, jawel. Ik ging meedenken. Ja. Ik dacht, ik ga meedenken. Ik stap ook in een aantal commissies. Helemaal niet mijn rol als Kamerlid, maar ik voelde me zo betrokken. En het een na het andere voorstel werd vervolgens weggestreept. Ook dat is heel ambtelijk, organisatorisch. Dat werkt zo. Snap je? Dus wij komen over... Nou, we gaan 5 zaken gaan we eens even nader onderzoeken of dat zou kunnen versnellen. 1, ja, toch niet haalbaar. 2, daar zet ik een commissie op. 3, nou, daar heb ik een aantal ouders voor aan het werk gezet. 4, ook niet haalbaar. En daar hou je niks over. Dus ik dacht op een gegeven moment, waarom duurt het zo traag? En er zijn nu nog 3 dingen die overbleven. Nou, VSO wordt nog een beetje onderzocht. VSO? Dat is een vaststellingsovereenkomst wat Daria zei van joh, ik heb mijn schade uitgerekend. Nou, dan kom ik bij een commissie of dan kom ik tegenover iemand van de overheid en die kijkt ernaar. Dan kom je tot een vergelijk en dan zeg je, oké, het was een beetje zo, het was een beetje zo. We strepen de streep onder en dan is het klaar. En dan heb je een soort finale kwijting, juridisch gezien, over en weer. Dan bespaar je elkaar. En dan is het misschien ook psychisch een punt te zetten. Nee, maar dat laatste is zo belangrijk. Want dat brede hulpteam, waarbij een gemeente je kan ondersteunen op het financiële, van zorg, van huisvesting. Wat overigens lastig is, hè. Ouders gaan naar gemeentes, praten 2 uur en dan zegt... Die bellen mij dan, zeggen ze, ja, meneer Aaskant, ik ben 2 uur bij de gemeente geweest. En de gemeente zegt, ik heb geen woningen. Maar ja, ik zit wel een schimmelwoning door toedoen van de overheid al jaren met 5 kinderen. Als je niet een streep kunt zetten onder dat financiële, dat je de rust krijgt om gewoon even echt achterover te zetten, zeggen, ik hoef niet meer te strijden, dan kun je niet in die brede hulp kun je niet door. En wat heel weinig mensen zien, is dat er op familieniveau ook nog heel veel leed is. Je moet je voorstellen dat er bijvoorbeeld kinderen zijn op een gegeven moment hebben een baantje genomen om ouders te helpen. Kinderen zijn gaan werken, zijn gestopt met een studie. Hè, een hbo, het zijn soms ook de eerste die aan het studeren gaan. Dus het ene kind stopt met studeren om de ander in staat te stellen om de studie te doen. Ja. En de laatste heeft er last van. Die zegt, tuurlijk. Je hebt je opgeofferd voor mij. Ja. Dat moet uitgepraat worden. Ja. Daar moet in de een of andere vorm een soort heling plaatsvinden. Nou, zei jij van, ja, dit gaat dus... Je zei net, misschien wel 10 jaar duren. Maar dat het een jaar geleden niet in één keer over was, daar heb je gelijk in gekregen, nogmaals. Maar je zegt aan de ene kant, ja, dat kan de overheid ook eigenlijk helemaal niet anders. Hè? Want nee. Het is die uitvoeringscapaciteit is er niet. Maar aan de andere kant zei je ook, ja, maar ik constateer dat het bij andere groepen wel kan. Dus het gebeurt gewoon omdat men ermee weg kan komen. Hè? Ja. Het is een andere groep. Misschien even naar jou, recruiter. Dat idee, hè, dat er... het zijn mijn woorden, maar dat er een racistische grondslag ligt achter, hè, het idee dat een andere groep, dat deze groep slechter behandeld wordt dan bijvoorbeeld de groep die nu gecompenseerd wordt voor de verkeerd aangeslagen belastingen. Dat is vaker gezegd, maar natuurlijk aan de andere kant bijna niet voor te stellen. Zou dat zo zijn? Hoe kijk jij daarnaar? Je hebt je helemaal vastgebeten in de Belastingdienst de laatste tijd. En dat is een never-ending story. Daar zijn we ook nog niet klaar mee. Het is niet het hele verhaal, denk ik. Maar het is een deel van het verhaal. Ik denk dat een van de verschillen met een jaar of een anderhalf jaar geleden... Kijk, ik probeer een optimist te zijn in het leven en in mijn werk. Maar dit is een deel van het werk dat het niet altijd makkelijk maakt. Zeker als je dit soort
verhalen hoort. Verhalen hoort die met een soort kartelmesje door je ziel snijden. Mm-hmm. Een jaar of anderhalf jaar geleden kon je zeggen dat het een geldprobleem was. Dat als de overheid zou erkennen dat het een probleem was en er geld tegenaan zou gooien, dat het dan voorbij zou zijn. Dat is in Nederland wel vaak een manier waarop we naar de politiek kijken. En als je ook kijkt naar hoe problemen in het afgelopen regeerakkoord bijvoorbeeld werden opgelost. Als we maar geld tegenaan gooien, dan komt het goed. Nu blijkt dat het totaal niet was waar het misging en dat het ook totaal niet de oplossing blijkt. We weten dat voor een deel van de mensen die 30.000 euro wel goed is. We weten ook, dat is niet het belangrijkste verhaal van vandaag, maar we weten dat er ook een groep is voor wie dat eigenlijk een heel groot bedrag is. Mm-hmm. En dat is niet, dat ik die mensen niet iets gun. En dat is misschien dat voor die mensen er wel degelijk sprake is van enige compensatie. We weten ook dat er mensen zijn die tussen de mazen van de regels door zijn geschoten en heel veel geld krijgen. En dat zeg ik niet om deze verhalen teniet te doen. Sterker nog, ik zeg het alleen maar om aan te geven. Als je dus een grote pot geld hebt en je kiest ervoor om niet de meeste aandacht te geven aan die mensen die dat blijkbaar het meeste nodig hebben, aan die grote groep die nu nog steeds bezig is bij die commissie werkelijke schade, die nog steeds zegt, ja, ik heb dat bedrag gekregen, maar het is nog lang niet genoeg. Ik zit nog steeds in de problemen. Er is een deel van de schade die überhaupt niet goed te compenseren is. Dan kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat het bedrag voor een heel belangrijk deel tot stand is gekomen om het probleem maar op te lossen. En te kunnen zeggen, na een jaar, we hebben 20.000, 25.000 mensen die 30.000 euro uitgekeerd. Kijk eens, wat zijn we goed bezig. En ik zou ook die andere groep nog even willen noemen, want Jeannette die noemde die 23.000 mensen. Ja. Die zijn afgewezen. Ja. Dan kun je zeggen, oh, dat zijn blijkbaar allemaal mensen die het wilden misbruiken of noem maar op. Nou, het is een hele lichte test. Dus als jij voor die test er niet doorheen bent gekomen, dan is het eigenlijk waarschijnlijk voor iedereen al duidelijk dat jij nooit dat geld, die compensatie zou krijgen. Maar wat we wel weten is dat je, als jij in de wachtrij staat om beoordeeld te worden, en dat kan maanden duren, dat je dan heel even geen last hebt van schuldeisers. Niet van de overheid, niet van private schuldeisers. En dan kun je niet anders dan concluderen dat dus heel veel mensen precies wisten dat zij nooit die vergoeding zouden krijgen. Of misschien dachten, nou, hè, wie weet, misschien maakt de overheid een misverstand en krijg ik straks ook dat geld. Maar heel veel mensen precies wisten dat ze dat geld niet zouden krijgen, maar met hele andere problemen zitten. Misschien via de huurtoeslag, misschien via de zorgtoeslag. Misschien om een andere reden gewoon de schulden zich zien opstapelen. En weten dat er heel weinig manieren zijn in Nederland om schuldeisers buiten tot rust te brengen, buiten de deur te houden. En de overheid is dan een van de grootste schuldeisers, vaak en een van de naaste schuldeisers. Ja, vaak wel, ja. En hier was eigenlijk een reddingsboei die tot dan toe niet bestond en die de overheid heeft uitgeworpen. Ik zou van die 23.000 mensen vooral niet concluderen dat het mensen waren die probeerden met het systeem te sollen, maar dat het dus mensen waren die zoveel behoefte hadden aan een reddingsboei dat ze dan maar dit aangrepen om heel even een vluchthevel te hebben en heel even niet te hoeven worstelen voor een paar maanden dat je dan in die wachtrij stond om daardoor benadeeld te worden. Ja, dus jij zegt eigenlijk, die 23.000 gevallen zijn niet een bewijs van dat er veel gefraudeerd wordt. Zijn een bewijs voor dat heel erg veel mensen in Nederland het water aan de lippen staat. Zodat ze een vluchtheuvel, iedere vluchtheuvel zoeken die er is. Precies. Ja. En we gaan ook de komende maanden, de komende jaren nog zien dat er meer regelingen gaan komen. Omdat er bijvoorbeeld andere mensen gedupeerd werden via de huurtoeslag, via de zorgtoeslag. Dat fraudesignaleringssysteem, waarvan Jeannette ook al net zei dat ze daar op stond, en waarvan we nog 100.000, 200.000 andere mensen weten dat ze daar op beland zijn. 200.000? 270. Het is een enorm aantal. Mm-hmm. En ook daar verschilt enorm hoeveel nadeel mensen daarvan hebben ondervonden, maar alleen omdat ze op die lijst stonden. Maar nog even die... Dat is een enorm aspect. Friet Asserkan zei net, ja, de overheid kan dit ook niet aan. Hè? Dus niet op deze manier. Niet als je het op zijn overheids doet. Ja, ja. Deel jij die mening? Nou, dat blijkt dus inderdaad dat de overheid in staat is om het te doen zolang het een schothagel is. Ja. Een soort mal. Eigenlijk precies het probleem wat we ook zagen met het kinderopvangtoeslagen systeem. Die fraudebenadering die werkte heel erg met een soort grote formule, maar zonder oog voor de mens, voor de burger die daarmee te maken had. En we hebben eigenlijk gezien dat precies hetzelfde is gebeurd bij de afhandeling. We hebben eigenlijk weer gezien dat als jij er niet binnen dat systeem valt, als jij veel grotere problemen hebt, en die heb je natuurlijk als jarenlang de brieven zich hebben opgestapeld, de schulden zich hebben opgestapeld, dan is daar geen oplossing voor. Hoe zou dat dan wel kunnen? Want ja, als de overheid het op zijn overheid doet. Hè? Ja. Nou, hebben we te maken met de overheid. Ja. En de overheid een zwaluw wordt niet opeens een kikker. Ja? Nee. Dus is er dan überhaupt een oplossing denkbaar? Ja, wat wij met een aantal mensen ook hebben gezegd. Je zult het buiten die overheid moeten plaatsen. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld tijd verloren omdat we verkiezingen hadden.
Maar de informatie die maar duurde en duurde. Ja, we hebben dus, omdat Rutte op 1 april natuurlijk hadden we dat debat over dat hij gelogen had voor de derde keer. Vorig jaar 1 april. En vervolgens hebben we een heel jaar moeten praten met anderen. Er werden allerlei mensen gehaald, Cenk Willink, Remkes. Die werden allemaal van stal gehaald om maar het herstel in hem te bepraten. Mm-hmm. Ik heb op een gegeven moment ook halverwege gezegd, maar het land wordt niet goed bestuurd. We hebben toen moeten wachten. Je kunt je voorstellen dat dan, zo'n ongekend onrecht, dat een weinig prioriteit heeft. En vervolgens krijg je een nieuwe staatssecretaris. Waarom is dat eigenlijk? Waarom zet je niet iemand op voor de duur van de afhandeling? Wel een overheidscommissaris. Mm-hmm. Maar waarom het nou zo politiek maken? Dan moet je had het net over buiten de overheid plaatsen. Hoe zie je dat dan voor je? Hoe zou dat eruit moeten zien? Ik denk dat als de ouders en een aantal maatschappelijke organisaties zouden daar echt een kernrol in moeten spelen. Dat hebben ze ook gedaan in de vorm van een rapport wat ze geschreven hebben, waarin echt hele goede aanbevelingen staan over hoe je dat zou moeten doen. Een van de eerste zaken was bijvoorbeeld die hele menselijke kant. Hè, dus de hele empathische kant. En dat lees je nou in het laatste voortgangsrapport, de 10e zo inmiddels. Hè, we krijgen straks rapport 20 en zo. Daar staat, er is wat weinig aandacht voor die menselijke kant. Dat staat daar gewoon in. Hè. Dat is van 14, ik heb het onderweg hier nou toch eens gelezen. Dat roepen die ouders echt al heel lang. Dus je moet het anders organiseren. Maar het belangrijkste is, op zijn overheids betekent. En ik moet altijd terugdenken aan de gesprekken die ik had met Menno Snel, toen hij staatssecretaris was. Ik heb mezelf toen uitgenodigd vanwege dit dossier. Ik sprak Eva González Pérez, ik ben naar de rechtbank geweest. Ik heb een aantal dossiers gelezen en ik dacht, wat gebeurt hier? Ja, dat was de advocaat. Zo triest. Dat 2017, dus ik ga naar die. En toen kreeg ik terug wat binnen overheid altijd een hele belangrijke regel is. Is namelijk, het moet binnen een kader passen. Dus ik kan niet zomaar nu zeggen, ik stop de invorderingen. Dus er had een ander kader buiten de overheid geschapen. Ja, je had een ander kader moeten maken. En het tweede punt is dat je moet en zult royaler en echt ruimhartig moeten een klein beetje compensatie. Met een commissie die eigenlijk op afstand gesteld wordt als een soort uitvoeringscommissie, ja. waar een andere sturing op zit, weliswaar op geen rapporterend aan die overheid. Daar kun je met ouders, daar kun je maatschappelijke organisaties, met Kamerleden kun je daar dus iets op zetten. Maar het belangrijkste is dat de integrale toets, dat is zeg maar dat middenstuk, die 30.000 euro kwam op een dag dat wij als Kamerleden net een dag reces hadden, ik weet het nog, 23 december... Komt ineens die overheid, maar we gaan iedereen 30.000 euro geven. En wij hadden zoiets van, wie heeft dat dan bedacht? Waarom is dat niet met ons afgesproken? Toen de eerste betalingen werden gedaan, Juri, toen kwamen ze erachter. Ik had dat debat met de staatssecretaris. Kwamen ze erachter? Dat gaat eigenlijk helemaal niet goed, die 30.000 euro. Ik zeg, waarom niet? Nou, het blijkt dat heel veel mensen hebben schuldeisers. Ik zeg, dat meen je niet. En toen moest dat stilgelegd worden, die 30.000 euro, toen moesten al die schuldeisers, dat moest helemaal in kaart worden gebracht. Toen moest daar een stukje wetgeving voor bedacht worden. Dus ik dacht, die staatssecretaris heeft helemaal geen idee wat de situatie van deze groep mensen is. 90% zit in de schuldsanering of in de moeilijkheden financieel. Dat is nogal logisch. Ik snap deze gedachte. En tegelijkertijd is precies dit gebrek aan inlevingsvermogen en dit onvermogen, precies waarom ik bang ben dat als je zoiets buiten de overheid nu gaat plaatsen, dat er nog steeds geen lerend vermogen. Ja, maar dan zul je in de overheid ontstaan. Precies. En ik denk dat een van de meest deprimerende lessen van dit dossier is. We zijn bezig met de afhandeling bij toeslagen. We weten dat er nog andere compensatieregelingen bij gaan komen. Zeker. En de miljarden zullen niet het probleem zijn. Welke dan? Welke? Bijvoorbeeld voor huurtoeslag, bijvoorbeeld voor zorgtoeslag. FSV? Ja, zwarte lijstenafhandeling. En kinderen krijgen een aparte regeling. Die FSV-lijst, dus die zwarte lijst waar mensen opkwamen. Die FSV-lijst is de lijst waar mensen die waarschijnlijk fraudegevoelig zijn. Ja, en daarvan hebben we. En ik denk dat is een enorm. Het is een triest dossier, maar het heeft ons ook heel veel geleerd. En het meest trieste dat het ons heeft geleerd is dat de problemen eigenlijk veel dieper gaan dan bij toeslagen. Ja. Waarom dieper? Er is heel lang gezegd, dit is een toeslagenprobleem. Mm-hmm. De Belastingdienst is ook nooit zo ingesteld op toeslagen. Nou, je hebt ons die chronologie gegeven. De Belastingdienst heeft altijd belasting geïnd. En toen zijn ze op een gegeven moment ineens geld uit gaan keren. Dat is wennen. Ja. Dat konden ze allemaal niet zo makkelijk aan. Dus natuurlijk, als je ergens een probleem had, dan kwam het daar. Wat hebben we nu gezien? Dat mensen niet alleen via toeslagen op die fraudegevoeligheidslijst zijn geplaatst, maar ook via de inkomstenbelasting. Ook als MKB'ers. MKB'ers ook. We hebben gezien dat mensen bijvoorbeeld op een lijst kwamen. Daar had één iemand aan de ene kant van het systeem bijgezet. Een vinkje met, dat dan stond voor, het zou wel eens heel misschien kunnen dat deze persoon iets met fraude te maken heeft gehad. Dat gaat door een paar lijsten heen. Iemand anders kijkt naar die lijst en denkt, oh,
dit vinkje betekent volgens mij dat iemand fraude heeft gepleegd. En diegene wordt uitgesloten van de schuldsanering of krijgt op wat voor manier dan ook... De vinkjes krijgen andere betekenis, zeg precies, maar. Precies, dus er wordt slecht gecommuniceerd. Vervolgens hebben we inmiddels ook geleerd dat mensen veel makkelijker op die lijst kwamen als ze in bepaalde buurten woonden. Ja. Of als ze allochtone ondernemers waren. We hebben inmiddels de handleidingen gezien waarbij MKB'ers werden doorgelicht. Startende ondernemers bijvoorbeeld. Als je doneerde aan een religieuze instelling, aan een moskee. Ja. Dat was een reden. Maakt niet uit welke moskee. Ja. Dus het begint om je op die lijst te maken. En het is een soort totaal gebrekkig besef aan statistiek. Dus we zien in die handleiding van, nou, hoe ziet een daderprofiel eruit? Wat zijn mensen die vaak bij fraude betrokken zijn? We zien dat ze vaak allochtone klanten hebben. Weet je wat we gaan doen? We gaan kijken naar alle bedrijven die veel allochtone klanten hebben. Dit bedoel je met het is dieper, hè? Het is ernstiger. Ja. Bedoel je daarmee dat dit bewust racistisch is? Ik weet niet wat we met bewust racistisch bedoelen. Laat ik het zo zeggen. Ik ben altijd enorm huiverig geweest met het gebruik van de term etnisch profileren. Mm-hmm. Meer dan Farid Azarkan. Omdat ik heel lang heb gewacht tot ik een bepaalde mate van bewijs had. Dat is de luxe die ik heb, dat ik op afstand heb gezeten. En als journalist misschien ook wel de plicht. Precies. Ja. We hebben natuurlijk voortdurend verhalen gehoord over wat mensen soms te horen kregen bij de belastingtelefoon. We weten dat heel veel van de mensen die in de problemen kwamen, dat mensen waren met een Turkse, Marokkaanse, Caribische achtergrond. Ik vond het alleen heel moeilijk om zonder zwart op wit daar bewijs voor te zien, daar iets over te zeggen. Je ziet het aan degene die het betreft, maar je ziet niet de achterkant, zeg maar. Precies. De afweging. Ja. Wat hebben we dan nu gezien? Mede door die FSV-lijsten, mede door die fraudegevoeligheidslijsten, dat daar niet alleen weer heel veel mensen, zonder dat ze het zelf wisten, opkwamen te staan. Omdat ze zo'n achtergrond hadden. Maar dat dus daadwerkelijk de reden was. En nu, wat is nu je conclusie dan, Rick? Dat ik nu dus zie dat het wel degelijk een patroon is. Voilà. En dat ik nu ook beter begrijp wat daar de problematiek is geweest. Ook omdat ik mensen heb gesproken die systemen hebben gezien binnen de Belastingdienst. Ja. Die daar dan over durven te praten. Oh, zeker. Niet in een talkshow zoals hier. Nee. Maar die dat verhaal hebben durven vertellen. En die soms zelfs zeggen, ik denk nu dat bij toeslagen het besef beter is ingedaald dat er van alles misging dan bij andere delen van de Belastingdienst. Kijk, een voorbeeldje daarvan is dat je zegt, wij vinden dat zodra iemand iets verkeerd doet, dan ben ik het aan mijn eer, mijn stand als belastingambtenaar verplicht om daar wat aan te doen. Oké. Nou, we weten tegelijkertijd dat het een enorme rotzooi aan systemen is en dat je enorm veel brieven kan krijgen als je een beetje pech hebt. Dan maakt het dus heel veel uit bij welke groepen jij gaat kijken. En als jij vervolgens naar een bepaalde groep gaat kijken en zegt, ik heb nog niks gevonden, weet je wat, we pakken er nog eens 10 jaar bij. Weet je wat, we pakken nog eens de familie en de vrienden en de contacten van die persoon erbij. Dan is de kans zoveel groter dat je wat gaat vinden. Het is alsof je zegt, iedereen die een keer zonder licht op door het donker rijdt, die verdient een enorme boete of die moet de cel in. Oké, nou, dat is, kun je misschien wel discutabel vinden. Maar we kunnen het er in elk geval over eens zijn dat het wel uitmaakt als jij vervolgens steeds in dezelfde wijk en niet in die andere wijk mensen gaat controleren. Ja. En dat is eigenlijk wat we nu hebben gezien dat er gebeurd is. Een combinatie van een enorm strenge selectiemethode, verwarring rond het feit wat dan mogelijk fraudegevoelig betekent, en dan nog eens heel specifiek naar steeds dezelfde groepen kijken en doen alsof dat wetenschappelijk onderbouwd is. Nou ja, dat lijkt me duidelijk, dan ben je etnisch aan het profileren. En dan is het een heel duidelijk verband tussen de groep mensen en waar ze vandaan komen en wat hun achtergrond is en waarom ze vervolgens op die lijst gekomen zijn. En wat Farid net zei van, ja, luister, met deze groep kan je ermee wegkomen. Hè? Ja. Met dit raar gedrag. Raar, schandalige gedrag. Hè? Met de groep die kennelijk op dit moment gecompenseerd wordt voor teveel geheven belasting. Hè? Kan je daar kennelijk niet mee wegkomen, dus kan het kennelijk sneller. Hoe schat jij dat in? Ja, nou, goed, ik weet niet of dat een kritische of een optimistische noot is, maar ik moet nog zien of het inderdaad zo snel gaat lukken bij de spaartaksgroep. Oké. Dat zeker. Zeg ik er ook bij. Ja, Ik denk, en nogmaals, we willen de een niet met de ander vergelijken, maar dat moet je toch. Nee, maar je moet het denk ik eerder met Groningen vergelijken. Waarom? Groningen, nou ja, omdat daar ook in de afhandeling daar is dat iets complexer. Ja. Is het individueel dossier. Ja. En gaat het over een lange tijd en moet je dus, en is de schade ogenschijnlijk wat lastiger in eenduidig vast te stellen. Ja. Kijk, toch even bij de vermogensbelasting. Ja. Dat kun je redelijk snel terugrekenen. Ja.
Dat zijn percentages die gehanteerd zijn. Er is gezegd, u gaat dit rendement halen. Okay. In de praktijk bleek dat niet te zijn. En dat kun je uitrekenen. Ja, maar bij huis is het maar ook, nee, maar dus in die zin. Ik zei dat ook om een beetje van, joh, bij deze groep kun je ermee wegkomen. Omdat ik namelijk zie dat andere groepen zijn ook financieel draagkrachtiger. Ja. Die hebben wel toegang tot die rechtsstaat. Ja. Het is dus ook de uitholling van de toegang tot de rechter de afgelopen jaren. Dat is overigens de afgelopen jaar, anderhalf jaar, is dat weer iets hersteld. Dat gaat iets hersteld worden. Dus de overheid is in 60% van de gevallen degene waar een burger tegen procedeert, omdat hij iets gedaan heeft wat die overheid, waarvan die burger zegt, dat vind ik buitengewoon vervelend en naar, en dat is niet eerlijk. En vervolgens gaan we dat uithollen. Dus verhogen de griffierechten. We zeggen eigenlijk steeds minder dat je voor toevoeging in aanmerking komt. En ook als Jeannette op een gegeven moment, en net zei ik hier, want ik ben nu bezig met de voorbereiding voor het debat van 12 mei over uithuisplaatsing. Dus ik heb ook met de rechter gesproken. Ik ben nu met het dossier bezig. En op het moment dat zij hoort van een medewerker dat haar kind uit huis wordt geplaatst, dan moet ze daarin vrijwillig meegaan. Zij weet helemaal niet op dat moment wat haar rechten zijn. Als zij daar vrijwillig in mee instemt, dan komt daar geen rechter aan te pas. En dan wordt dat als een soort in de minne geschikt. Terwijl zij misschien op dat moment in die emotie behoefte heeft aan iemand die haar even kan adviseren. Dus ze moet op haar rechten worden gewezen. En wat je dus ziet, is dat in die periode ook, student gesproken, die zegt, er waren zo weinig mensen die dus hun recht konden halen. Aan de ene kant omdat ze soms niet wisten, omdat het te veel geld kostte. En dat is precies die groep geselecteerd werd. En dus als je groep selecteert die weinig inkomen heeft, en die dus bij het minste gerisk problemen komt, en je moet dan zelf best wel kosten maken, al is het in de voorbereiding, dat moet berekend worden, hè, over de afgelopen 2-3 jaar, wat heb je nou verdiend, dan ben je dus die rechtsstaat, ben je vakkundig om zeep aan het helpen voor deze groepen burgers. Dus je kunt ermee wegkomen. En wat Rick zei over dieper, Rick bedoelde ook breder. Ik heb van het begin af aan, heb ik ook gezegd, kijk, de Belastingdienst, dat noemen ze de blauwe kant. Dat is degene die doen, dat zijn even, noemen ze even de echte Belastingdienst. Die toeslagen, dat vonden ze maar niks. Dat is rood. Dat is rood. Dat rondpompen van geld, dat is eigenlijk helemaal niet belasting. Herverdeling. Dat had ook bij de Sociale Verzekeringsbank gekund of bij een andere uitvoeringsorganisatie. Maar goed, het kwam toch bij de Belastingdienst. En er is dus, dat is ook typisch politiek of typisch bestuurder, is als er dan iets fout gaat, probeer het klein te maken. Dus je zegt, nou, dat was kaf. Het was niet alle toeslagen, was een stukje kaf. Alleen dat stukje fraudebestrijding. Nee. Het koren was goed. Het koren was goed, maar het kaf was. Nee, je bedoelt het combi-team aanpak facilitators, toch? Dus die deden het verkeerd. Nou, toen kwam er uit. Nee, wacht even. Zelfs bij de aanmelding ging het al verkeerd. Dus het was wel degelijk breder. Vervolgens zagen we vorige week al dat het gedeeld werd met andere teams binnen de Belastingdienst. Vervolgens komt naar buiten. Ja, het is niet alleen dieper, het is breder. Je hele zwarte lijst. Heen. Ik heb er vragen over gesteld. Er werd zwart op wit gezegd, er is geen zwarte lijst van burgers. Dat bestaat helemaal niet. Zaak 1043, een van die zaken die liep, bestaat niet. Vervolgens moeten ze dat toegeven. Bestaat die wel? Hè? Bestaat wel, het zijn er 270.000. En dan is dat, ja, met wie is dat gedeeld? Ja, dat weten we dan niet. Dus je ziet aan alles wordt eigenlijk de hele nare kant, de vragen die ik heb over waarom, wie deed dat dan? Wie verzon dat nou? Welke manager dacht dit is goed? Hoe breder was dat? En dan wordt er gezegd, ja, ook al komt PwC met die onderzoeken, dan zeggen ze, of Deloitte, dan zeggen ze, ja, we kunnen toch niet op uitvoerersniveau de stukken vinden. Die zijn er dan ineens niet meer. We zagen op een gegeven moment dat er 9000 dossiers verdwenen waren. Die FSV-lijst is uitgeschakeld, 2 jaar geleden. Ja, heel toevallig net nadat RTL en Trouw daarover bericht hadden, want er was iets aan de hand met de privacy. Er wordt gewoon een nieuw systeem intussen gebouwd, waarbij vooral dan de privacy ietsje beter zou moeten zijn. Terwijl we net bespreken dat er nog veel grotere problemen met dat hele systeem zijn. Maar wat weten we inmiddels ook, want dat staat in een van die PwC-rapporten die naar die lijst hebben gekeken, dat er meer dan 20 kopieën rondslingeren. Ja. Die heeft men gewoon gevonden toen ze rondgingen kijken. Die gewoon toen ze door het gebouw liepen. Die lijst is echt begonnen als een soort Excelletje. We stellen ons ook voor dat het een heel ingewikkeld systeem of een apart internet is, maar dat is echt een soort Excelletje waar dus mensen paspoorten in konden uploaden. Bewijzen van konden zeggen van, nou, deze persoon heeft dat de Nederlandse nationaliteit, maar ik denk toch dat die niet helemaal Nederlands is, bewijs van. Dat kon gewoon allemaal in kolommetjes worden toegevoegd. Dat systeem staat uit, maar die gegevens staan nog op allerlei andere plekken in andere systemen verwerkt. Dat is ook niet zo heel gek. We hebben natuurlijk een paar weken geleden via de minister De Jonge geleerd
hoe simpel er soms gedacht wordt over je privémail of ja. even privégegevens. Ja. Je kunt je zo voorstellen dat er een keer een ambtenaar is geweest, die was met wat gegevens bezig, is aan het eind van de werkdag moet hij nog wat meenemen, die plugt het even in bewijzen van, of die stuurt wat door, neemt hij mee, het belandt op een zolderkamer. Nou, dat wordt nooit. En dit over en de overheid met zijn privacywetgeving. Ja, wij mogen hier in een theater mogen we niet eens inzage geven in wie er kaarten reserveert aan de politie, ondanks dat we regelmatig echt gevaar lopen. En die zou je willen kunnen kijken in de lijst wie er zich aangemeld heeft. Mag niet. Maar dit is nog een hele andere. En er blijken voortdurend uitdraaien van die files, van die bestanden. Dus doorgestuurd zijn naar andere partijen. En toch even. Dat zie je aan de lopende band. Ja, en als je het dan hebt over het kader van privacy, we hebben regelmatig de autoriteit persoonsgegevens over de vloer. Kijk, die overheid, als er nou één ding is waar we echt met elkaar de komende jaren op moeten letten, dat is elke keer als de overheid iets met een systeem uitrolt, of het nou een corona-app is of wat dan ook, dan wordt er niet goed gekeken naar welke data ze verzamelen. Per saldo altijd te veel en ze hebben toestemming nodig om dat te mogen verwerken. Dus wat zag je hier bij dit systeem? 5000 ambtenaren die toegang toe. Mensen konden willekeurig kijken. En er is één keer is echt de pleuris redelijk uitgebreid, de Belastingdienst. Ze kwamen erachter toen die mensen geïnformeerd werden dat er ook collega's werkzaam die Belastingdienst op die zwarte lijst stonden. Ja, toen is men gezegd, ja, maar wat moet ik nou nog doen? Dus ik sta er zelf op, ik ben jouw collega, hoezo sta ik erop? Ja, dat is ook een keer gebeurd, geen idee waarom, het is zo ontwikkeld, et cetera. Ik wil misschien nog een beetje pulken in dat idee van de overheid en de burger. Want ik ben het daarmee eens, het is ons moeilijk om als burger contact te leggen met de overheid in dit soort dossiers. Maar je merkt het ook binnen de overheid. Dus de belastingtelefoon is natuurlijk berucht geworden, onder andere bij toeslagenouders, omdat het ontzettend moeilijk was om daar terecht te komen. De ironie is dat tegelijkertijd de belastingtelefoon soms ook een plek is geweest waar mensen onderin de organisatie als eerste hoorden wat er aan de hand was. Hoorden dat er problemen waren. Maar wat we inmiddels ook hebben geleerd door die hele stapels aan rapportages en door wat er in de Kamer is gezegd, door de gesprekken die wij als journalisten hebben gevoerd met mensen bij de Belastingdienst. Als jij een signaal hoorde en je wilde iets doen, dan werd er vaak helemaal niet naar je geluisterd. Dan zat er een middelmanagement boven dat prioriteit gaf aan harde normen, aan eisen, aan fraudejacht. En dus heel weinig bezig was met bijvoorbeeld het besef, hey, we horen ineens van allerlei mensen onderin de organisatie dat ze mensen aan de telefoon hebben die aanslagen krijgen waar ze niks van begrijpen. Die ineens in de problemen komen met een kinderopvangtoeslag, terwijl daar niets meer aan de hand zou moeten zijn, et cetera. Daar is het veel over gegaan de afgelopen maanden. Het regeerakkoord begon met hoofdstuk 1 was democratie en de burger en de rechtsstaat. Ja, transparantie. Hoeveel geld gaat er de komende jaren structureel naar uitvoering? We hebben het net gezegd, hè? Overal is geld de oplossing voor. Heel veel geld beschikbaar. Hoeveel geld gaat er structureel naar uitvoering? Zeg het maar. €0. Nul. Er is wat geld voor. Even tijdelijk dingen, hè? Dat is ook een leuk. Voor een tijdelijke stikstofcommissie. Die mogen er wat ambtenaren bij krijgen. De hersteloperatie van de toeslagenaffaire. Daar is geld voor. Maar over een paar jaar is dat opgedoekt, is de hoop. Dat zijn een paar externe. Voor een groot deel zijn dat mensen die dus ook weer van buiten worden ingevlogen. Over een paar jaar zijn die klaar. Er komt €0 bij om de overheidsuitvoering te verbeteren. Ja, ik denk, Rick, dat we, en dat zal heel snel zijn, voorjaarsnota, dat er wel degelijk meer geld gevraagd wordt. Een stuk 5,2 miljard. Ja, ik ben benieuwd of het er komt. 5,2 miljard. Ja, de vraag is, waar moet je het vandaan halen? 5,2 miljard te gereserveerd. Maar dat was al zo. Dat was al, maar dat is voor de afhandeling dat van is voor de afhandeling. Ja, maar is inclusief uitvoering, hè? Ja, maar dat is nu juist maar de deel. Maar de tijdelijke uitvoering. De tijdelijke uitvoering. Ook wat gesproken in een beetje het verbouwen van de Belastingdienst. Maar de insteek is heel erg, we gaan even wat foefjes uithalen. En dan het is het klaar. Dan moet het niet over een paar euro extra. Dus we komen naar het einde van het gesprek ongeveer. Maar 5,2 miljard. Hè? Jeanette en Derja zeiden net ook. Hè? Al die commissies, dat. Hè? En kerstboom zijn. We gaan allerlei afkortingen van PwC tot weet ik wat allemaal, hè, over tafel. Ja. Dat is best veel geld natuurlijk toch ook wel. 5,2 miljard, dat is echt heel veel geld. En grote groepen, en zeker ook de zwaarder getroffen groepen binnen deze problematiek, hè, hebben nog lang niet hun geld. Hè? Nee. Wat natuurlijk schrijnend onrecht is. Zo'n bedrag, en je hebt ook absoluut gelijk. Ondertussen wordt er dus niks gedaan aan een structuurtje achter waarom het zo gekomen is. Dus binnenkort komen er over een paar jaar weer mensen in problemen, want er is geen uitvoeringscapaciteit. Dus we lijken er van te leren, zeggen we. Maar dat is niet zo, want er wordt niet heel geld uitgetrokken. Dus voor de. Maar. Je hebt net gezegd, er zou toch eigenlijk een commissie moeten komen buiten de overheid, hè, die het nu snel en structureel gaat oplossen per individueel geval. Hoe zie jij dit eigenlijk? Wat moet er nou gebeuren?
Wat zouden we... Dat ik het antwoord Je bent geen minister natuurlijk, dus dat is ook onterechtelijk aan je vraag. Maar heb je er wel in vastgebeten bij de Belastingdienst? Ja. Nee, ik zou me echt arrogant voelen als ik zou doen alsof ik de oplossing heb. Want ik denk dat een van de grote conclusies is echt voor mij geweest dat deze overheid gewoon tot heel veel dingen niet in staat is. Ik denk dat het iets is dat we... Ander gesprek, maar dat we ook tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld op veel manieren hebben gezien. Maar dat hier zo tot uiting komt. Als je dus 5 miljard beschikbaar stelt en je blijkt alsnog niet in staat om hele basale dingen te doen, dan is er dus nog iets veel grondiger mis. En dan is de oplossing waarschijnlijk ook niet om er 10 miljard tegenaan te gooien. Nee. Ik ga toch een poging wagen. Graag. Kijk, als je het doet zoals je het nu doet, en dat is, je bent natuurlijk al begonnen. Je bent die reis al gestart, dus je kunt niet opnieuw een reis aangaan. Dus je bent nu al zo gestart en een deel van de mensen heeft al een beoordeling gekregen. Ja. Dus als je zijn ook verwachtingen gewekt en er is ook schade weer extra schade. Ja, dus je zit in een. Je bent onderweg, dus je hebt al keuzes gemaakt, je hebt al mensen geld gegeven, anderen weer afgewezen, et cetera. Je kunt dit op deze manier alleen doen als je in die integrale beoordeling, daar moet je een ander bedrag gaan beschikbaar stellen voor de schade die mensen geleden hebben. Ja. En als je dat pas doet bij de commissie werkelijke schade aan het einde, dat gaat enorm vastlopen. Eerder in het proces. Je moet het eerder in het proces, of je zegt tegen de commissie werkelijke schade, dit is een soort forfaitair bedrag. Ja. Namelijk als het handelen van de overheid toe heeft geleid dat iemand zijn baan heeft verloren, elke keer beslagligging, werkgever zij wegwezen. Of het huisplaatsing, of het was de oorzaak van een scheiding, of het was de oorzaak dat iemand in een burn-out kwam. Je zult dus aan een aantal standaarden, en dan kun je het voor een deel best snel afhandelen. Ja, en dan moet je gaan kijken, dus dat je met een soort forfaitair bedrag, een soort vast bedrag per gebeurtenis of per dag, dat moet je gaan organiseren. Het alternatief is dat het dicht gaat slippen. Of je krijgt, wat Derya ook zei, mensen worden moedeloos, dan haken ze af. Ik denk dat er nog een grote groep is die via het civielrecht, dus buiten deze hele uitvoeringsorganisatie, gewoon naar de rechter zal gaan, met een groep mensen, civielrechtelijk, en dan maar gaat aantonen hoe die overheid het leven kapot heeft gemaakt. En zet daar maar als rechter eens een prijs op het feit dat je kind uit huis is geplaatst. Of dat je een baan verloren hebt. Ja. Dus dat is nog veel ingewikkelder. En veel duur, en misschien ook veel duurder. Veel traumatischer voor de mensen betrokken. Maar in de overheid werkt het dan zo dat de overheid, ik heb daar een aantal jaren geleden, een paar dingen geleerd. De eerste is dat het heel erg risicomijdend is. Ja. Tweede is dat ze zelf weinig keuzes maken. Dat ze vaak een externe vragen onderzoek te doen, een keuze te maken, dan weer andere externe inhuren om te oordelen of die externe dat goed gedaan heeft. Dus het is veel makkelijker overigens voor de overheid om te zeggen, joh, als een rechter die uitspraak gedaan heeft, nou, dan gaan we dat doen. En dat moet ook wel kunnen van die 5,2 miljard. Dat kan met die 5, als je dat uitrekent, kan dat heel royaal. Als je dat even heel snel uitrekent, dan als je hebt even 25.000 mensen, dan is dat ongeveer €200.000 per persoon. Eigenlijk een heel praktisch voorstel. En ook uitvoerbaar. Ja, maar zo zit ik in elkaar. Ja. Hoe komt het dat de staatssecretaris en de premier niet tot dit besef komen? Ja, omdat ze dat kader niet hebben voor zichzelf. Dat is echt hoe dat werkt. Je hebt een soort denkkader en uitvoeringskader nodig om dit te kunnen doen. En dat moet je echt gaan loslaten. Ja. Dus je zult veel pragmatischer moeten kijken, ook als dat betekent dat je anderen dan maar te veel geeft. Ja. Ook als dat betekent. Ja. Kijk, dat deden we met de corona. Wilden we 80 miljard uitgeven in een aantal maanden. En we wisten ook binnen corona, let maar op, accountants zeggen dat nu al in de gesprekken die ik heb, daar zal 4 tot 5 miljard verkeerd besteed zijn. Ja. Ga daar maar vanuit. Ja. 4 tot 5 miljard euro. In dit geval zeg jij van die 5,2 miljard wordt misschien wel een half miljard verkeerd besteed. Een half miljard verkeerd gaat. Het is pijnlijk, maar het is niet anders. Maar het leed wat dit voorkomt, is het waard. Is het absoluut waard, ja. Ik wil hartelijk danken voor meedenken en openlijk en het openbaar meedenken en praten. Maar ook vooral over de afgelopen jaren natuurlijk. Hartelijk dank ook Rick Rutte. Hartelijk dank Farid Azarkan. En natuurlijk hartelijk dank de betrokkenen die zo ongelooflijk betrokken zijn, Derya en Jeannette, dat ze wederom, het is eigenlijk beschamend dat we het je moeten vragen, jullie moeten vragen hier weer komen zitten en dat toch nog weer een keer doen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dank u wel.